De Novio Tech Campus bestaat deze maand 5 jaar. En ter ere daarvan kon het publiek komen kijken naar voetballende robots, waarvan de chips op de campus in Nijmegen worden gemaakt. Rieke Zwolbers, directeur van de campus, vertelt erover. Vandaag hebben we hier op Novio Tech Campus het Robo Soccer Cup gebeuren. Dat is een club uit Eindhoven. Die hebben robotjes die voetbal spelen. Die zijn volledig zelfsturend, dus dat is door middel van artificial intelligence. En daarmee willen we laten zien wat er op het vlak van technologie allemaal te doen is. En dit is een hele leuke manier om dat eens een keer te laten zien. Tech United uit Eindhoven gaf demonstraties aan het publiek om te laten zien hoe de techniek achter de robots werkt. Laura Frenke van Tech United vertelt over de prestaties die de robots leveren. 2 keer in het jaar hebben we een toernooi. 1 keer een EK en 1 keer een WK, dus wereldwijd en Europees. En dan spelen we dus inderdaad tegen andere teams uit Portugal of China. Dus dan hebben wij eigenlijk grote toernooien. En die zijn ook open source. Dus alles wat we ontwikkelen ieder jaar, dat delen we ook met de tegenstander. Waardoor iedereen na een toernooi altijd op hetzelfde niveau is. Van die open source toernooien leren de teams veel. Maar Frenke vertelt ook over de nadelen ervan. Portugal heeft een keer ontwikkeld dat ze hoge ballen konden schieten. Dus wij konden die in het begin niet zien omdat onze camera niet hoog kon kijken. Dus dat is een ontwikkeling van hun die heel erg slim is geweest. Wij hebben zelf een balbehandelingssysteem ontwikkeld waarmee we dus achteruit konden rijden met de bal. Dus ook achteruit naar het doel konden rijden en net voor het doel konden draaien, waardoor we ook heel veel doelpunten hebben kunnen maken. Maar helaas had het jaar daarna iedereen ook dat systeem weer. Voor nu wordt er hard gewerkt aan het verbeteren van de voetballende robots. Maar Wolbers hoopt die lijn in de toekomst verder te kunnen gaan trekken. Ja, nou wat hier in gedachten komt is dat deze robots volledig autonoom zijn. Dus die zijn zelfsturend. Er staat niemand langs de kant met een zendertje om te zorgen dat ze de goede kant op rijden. Dat beslissen ze zelf. En als je naar de toekomst kijkt en je kijkt zeker naar de ouder wordende mensen en hoe kunnen we die goed helpen. Dat je dit soort technologie nodig hebt om ook in de toekomst lang zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dat er allerlei zaken uit handen genomen kunnen worden. En dat deze technologie voor de komende jaren nog heel erg belangrijk gaat zijn. Nou, dat begint spelenderwijs, maar daarna wordt het ook steeds serieuzer natuurlijk. En wordt het op andere manieren toegepast. Daar zetten wij ons voor in, want wij vinden dit soort dingen niet alleen leuk om mee bezig te zijn, maar ik denk ook heel nuttig voor de toekomst om effectiever de gezondheidszorg te kunnen inrichten.